Club ondersteboven. Slam. We hebben Veras dus in de studio. En Veras en Bram hebben ongeveer een jaar lang samengewerkt bij First. Ja. Nou, Bram werkt nu sinds een maand of twee hier bij Slam. We hebben Bram letterlijk van de straat afgeplukt. Ja, en goed. Ja, dan is het toch wel leuk om eventjes op te maken wat... Oh, sorry, ik zal mijn telefoon op stilzetten. Wat de plus- en minpunten van Bram zijn, Veras. Want ja, jij hebt een jaar lang met die man samengewerkt. Ja, het waren zware tijden. Waar kan ik beginnen? Voor de mensen die alleen radio luisteren en hem niet zien. Deze man. Kijk, ik heb een besneden piemel, ga ik gewoon eerlijk zeggen. En veel rimpels, maar echt, als je naar Bram kijkt, jongen, jij bent gewoon de definitie van een besneden piemel. Je bent gewoon één lange, wandelende tak. Daar kan ik ook best mee vergelijken. De manier hoe jij beweegt, je mimiek. Je bent gewoon een wandelende tak. Dat is helemaal niet erg, dat is geen minpunt. Maar deze man woont in Hollandse Rading. Wie woont er nog in Hollandse Rading? Dat geen is kip. Misschien wel de kutteplek van Nederland. Nou ja. Oké, sorry. Maar, en je hebt ook een goede relatie. Ja. Lekker de touwtjes in handen. Oké. En even, als Bram lacht, het is gewoon een schaap die vastloopt. Ja, sorry. Ik wil je niet beledigen. Ik zie jou een beetje dan ook als de Jesser en Tom, jij bent de Ali B. Je staat altijd in de schaduw van. En je hebt ook een snor, dat is mooi. Thanks. Als je het een snor mag noemen. Jongens, kijk even wat daar groeit onder je neus. Wat een funzig ding. Ja, nee. Ik ben heel visueel ingesteld. Ik hou van Bram. Hij was een goede presentator en radio doet hij oké. Ja. I love you, man. Dat was het. Ik ben uitgeraasd. Als een tornado. Nou, thanks. Bram, wil je nog ergens op terugkomen? Nou, even over die snor, Veras. Als je mijn snor lelijk vindt, wat heb jij dan boven je lip zitten? Ja, maar luister, ik ben een buitenlander. Maakt niet uit wat ik rock. Het is zwart, het is goed. Ik kom ermee weg. Jij bent gewoon... Ja, oké. Je hebt inderdaad wel heel mooi rughaar. Dat is inderdaad wel waar. Gaan we die kaart spelen? Ik ga die kaart spelen. Ja. Nee, maar het is wel goed om je weer te zien. Maar jongens, waarom hebben we deze man binnengehaald? Even een applausje voor Veras. Ja. Yeah.